Zijn ze niet schattig? Deze monster is niet eng. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Doe-het-jezelf video van de Action. Mijn naam is Linda en je kunt me kennen van het TikTok kanaal Linda Kaas, waar ik vooral veel grappige en herkenbare video's post. Maar vandaag gaan we iets anders doen. We gaan namelijk surprises knutselen. Ik heb een paar surprises voor jullie uitgekozen die niet al te moeilijk zijn. Dus laten we beginnen. De eerste surprise die we gaan maken wordt een iglo. En daarvoor heb je nodig een slabak en heel veel marshmallows. Een lijmpistool en gekleurd papier. Mijn lijmpistool is inmiddels opgewarmd. Let er wel even op dat die heel heet kan worden. Dus leg daar even een papiertje onder. Allereerst zet je de bak op zijn kop. En vervolgens ga je één voor één de spekjes aan de bak lijmen. Pas op je handen. En plak hem aan de onderkant. Zorg dat de spekjes goed tegen elkaar aan zitten, want je wil niet dat je de kleur van de bak er nog doorheen ziet. Ik heb nu één kant van de bak gevuld met marshmallows, maar de iglo moet natuurlijk ook een ingang hebben. En daar heb je een wc-rolletje voor nodig. En die gaan we dan aan de zijkant of aan de achterkant, waar je het maar wil, gaan we hem erop lijmen. Maar deze is nog iets te lang, dus we knippen er een stukje af. En je knipt ook de onderkant eraf. Je knipt hem eigenlijk door midden. Deze kant er ook af. Zodat je een half wc-rolletje over hebt. En deze zet je op de slabak. Dus je lijmt deze kant van het wc-rolletje. En dit zet je tegen de bak aan. Je mag best wat extra lijm gebruiken, want hij moet wel echt goed vastzitten. En dan kan je dus de marshmallows ook op het wc-rolletje plakken. Oké, zoals je kan zien heb ik de hele iglo rond. Alleen de bovenkant moet nog. Maar voordat ik dat doe, zet ik hem eerst op de kop, zodat ik het cadeautje in de iglo kan stoppen. Ik doe dat heel voorzichtig, anders vallen alle spekjes er weer af. Nou, ik pak even een voorbeeld cadeautje. Die doe ik erin. En om de bak dicht te doen, heb ik een verjaardagsbordje gepakt. Die kan je dus er zo inleggen. En dan moet je dat dus even weer vastlijmen. Dus ik zet even de bak op zijn kop. Smeer het lijm wel gewoon in de slabak. En dan doe ik het bordje erop. En druk ik hem stevig aan. Volgens mij is hij nu goed. Nou, we gaan het testen. Blijft het cadeautje erin zitten? Ja, kijk. Dan kunnen we nu verder met de bovenkant. Alle marshmallows zitten erop en het ziet er super leuk uit. Maar om het nog even af te maken, ga ik nog een paar pinguïns uitknippen. En die zet ik dan bovenop. Daarvoor heb ik deze kraftveldpapieren. Dit is eigenlijk een soort textielstof. Dan gaan we deze gebruiken voor de pinguïn. En om het wat steviger te maken heb ik ook nog zwart karton waar ik het op plak. En daar plak ik dit velletje dan op. En dan blijft het goed staan. En dan tekenen we de pinguïns hierop en dan knippen we ze even uit. Twee pinguïns. En dan gaan we ze nu op het velletje stof plakken. En dan pakken we weer het lijmpistool. Plakken we ze er gewoon op. En die andere ook. Goed aandrukken. Nou, vervolgens knippen we dit weer uit. Eerst het buikje van de pinguïn uitknippen. Ook daar heb ik weer een velletje voor. De witte. Hier kan je dus het buikje van de pinguïn van maken. Dan gaan we nu deze witte buikjes gaan we er ook op lijmen. Uiteindelijk heb je dan wit. Je kan de oogjes uitknippen uit het stukje stof wat we over hadden. Maar ik vind het nogal een gepriegel. Dus we gaan het gewoon even met een markeerstift doen. Nu hebben ze oogjes. Voor de snaveltjes en de voetjes van de pinguïn gebruik ik oranje papier. Ja, de snaveltjes zijn gewoon een driehoekje eigenlijk, dus dat is niet zo moeilijk. Dat tekenen we even uit. Roddertje lijm erop. Nou, de snavels zitten erop. Zo, de voetjes zijn er ook aangelijnd. En hiermee kan je ze dus op de iglo zetten. Nou, zijn ze niet schattig? Eén sowieso hierbovenop. De ander bij de ingang misschien. Nou jongens, de iglo is klaar. Ik vind hem echt super tof geworden. Laat even in de comments weten wat jullie ervan vinden. Ja, ik denk dat diegene die dit krijgt als surprise heel blij gaat zijn. Zeg er wel even bij dat je de marshmallows niet meer kan eten, want er zit heel veel lijm op. De tweede surprise wordt iets minder plakkerig, maar wel heel zoet. We gaan namelijk een watermeloen maken. En daarvoor heb je nodig een kartonnen bordje, verf en dan voornamelijk groen, rood, wit en zwart. En groen karton of papier. Daarnaast heb je ook nog lijm en een schaar nodig. Allereerst hebben we twee helften nodig. Dus we gaan het bordje doormidden vouwen en vervolgens doormidden knippen. Wanneer je twee helften hebt, kunnen we beginnen met verven.
Allereerst verf je de binnenkant van de bordjes rood, want dat is namelijk de binnenkant van de watermeloen. Vervolgens doen we de groene buitenkant. Nadat je klaar bent met de rode verf, kan je met de lichtgroene verf een randje om het rode gedeelte aanbrengen. Uiteindelijk heb je twee van deze helften. En laat ze even drogen voordat je verder gaat verven. Vervolgens maak je het met de donkergroene verf helemaal af. En dan moet het er ongeveer zo uitzien. Maar dan zijn we er nog niet. Een watermeloen heeft natuurlijk ook pitjes. Dus die gaan we maken met zwarte verf en een kleinere kwast. Oké, de pitjes zitten er nu op. Dus deze twee laten we even drogen. En dan gaan we verder met de binnenkant. Voor het middengedeelte hebben we een groen stuk papier of karton nodig. En dit is een A4'tje en die doe je door midden. En vervolgens knip je hem door. Zo. Want dit wordt het middengedeelte van de watermeloen. Maar zo krijgen we hem er niet aan vast. Dus we gaan er aan beide kanten gaan we kleine inkepingen maken, zodat we hem vast kunnen plakken. Knip aan beide kanten steeds 2 centimeter in het papier. Zodat je uiteindelijk dus allemaal van die karteltjes krijgt. Wanneer je beide kanten helemaal hebt geknipt, kun je ze gaan omvouwen. Zo. En zo kan je hem dus buigen. En hier doen we dan lijm op. En dan kunnen we hem aan de watermeloenen vastzetten. Maar dat kan pas als de watermeloenen allebei droog zijn. Dus we moeten nog even wachten. Ook heb ik hier inkepingen in geknipt. Zodat je hem als het ware zo vast kan lijmen. Ik ga dit even lijmen. Nu veel te veel lijm. En ook de andere kant. Nou, ik heb 1 kant heb ik er al op zitten en nu ga ik dus de andere kant doen. En wat je doet is, je smeert eerst lijm op al deze randjes en dan plak je de andere helft van de watermeloen plak je er dus op. Nou, ze zitten eraan en het begint al echt op een watermeloen te lijken, alleen er zit nog geen cadeautje in. Dus ik heb deze leuke oorbelletjes, die stop ik erin. En dan moeten we hem dus nog dichtmaken. Om hem dicht te maken gebruik ik plakband. Dat leek me wel heel handig. Dus ik doe eigenlijk een plakbandje aan de binnenkant. Zo. En dan doe ik hem ook aan deze kant. Dan plak ik hem als het ware zo dicht. En dan is hij dicht. Nou, en dat was de tweede surprise. Super makkelijk, super easy. Voor als je geen tijd hebt, kun je dit alsnog doen. Het is wel voor een kleiner cadeautje, want er past natuurlijk niet heel veel in. Maar hij is alsnog super schattig. Dan komen we aan bij de laatste surprise en die is ook het allermakkelijkst. Daar heb je eigenlijk voor nodig een tissuebox en de meeste mensen hebben dat wel in huis. Wat gekleurd papier, het maakt niet uit welke kleur. En ik heb nog wat pompons en veertjes en googly eyes. We gaan namelijk een monster maken van een tissuebox. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je de tissues eruit haalt, want anders past er geen cadeautje in. Vervolgens ga je de hele dag plakken met een kleurtje en ik heb gekozen voor de kleur oranje. Dus ik ga eerst even uittekenen en dan ga ik het omheen plakken. Nou, ik heb nu voor alle kanten heb ik een papiertje uitgeknipt, dus die gaan we er allemaal even op plakken. Oké, de doos is nu helemaal oranje en dan gaan we nu zijn mond maken. Dat doe ik met zwart papier en dan knip ik eigenlijk gewoon een ovaal rondje uit. En die plakken we op de bovenkant van de doos. Maken we nu zijn tong. Dat doen we van rood papier. Oké, we hebben dus nu zijn tong. En die gaan we er ook even op plakken. En ik heb hier nog een beetje wit papier liggen. Dus dat ga ik gewoon voor gebruiken. Dan een leuk tandje. En dan heb je dit. En dan gaan we nu de ogen maken. En daarvoor heb ik deze leuke pompom. Balletjes. Ik denk dat ik blauw neem. En op deze pomponballetjes gaan we de googly eyes plakken. Ik denk dat geel wel leuk is. Ja, mijn handen zitten nog helemaal onder de verf van de vorige. En die gaan we dus hier opzetten. Oh. Deze monster is niet eng. Hier een dotje lijm. En hier een beetje lijm. En dan heb ik nog meer pompons. En die ga ik een beetje her en der verspreiden over mijn monster. Zijn oog valt eraf. Oké, ik denk dat ik het niet met deze lijm moet doen, maar met mijn lijmpistool. Dus die ga ik maar weer even opwarmen. Oké, mijn lijmpistool is weer warm. Dus ik ga eerst gele bolletjes op mijn monster plakken.
Nu heb ik zijn ogen er ook weer op gelijmd. En dan nog wat bolletjes aan de bovenkant. En dan heb ik ook nog wat leuke veertjes. En die ga ik achter zijn ogen plakken. Sommige veren zijn iets te lang, dus die knip ik even door midden. Nou, dit is hem geworden. Ik vind hem super grappig. Het is echt een super makkelijke surprise voor als je last minute nog iets moet bedenken. En je hebt een tissuebox in huis, dan kun je dit dus gaan maken. Ik vind hem super leuk geworden. En ja, hij valt sowieso op. Nou, dit waren alle drie de surprises. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te doen. Laat me even weten in de comments welke jij van de drie het leukst vond. En wat je zelf gaat maken deze feestdagen. Wil je meer video's van mij zien? Dan kun je me opzoeken op TikTok. Daar heet ik Linda Kaas. En wil je geen één video van de Action meer missen? Abonneer dan even op dit kanaal. Doei!